Ik heb 2 sportlesjes achter elkaar gedaan. Spinning en daarna nog een groepsles. Ik ben kapot. Echt. Maar goed, nu lekker douchen en dan naar huis. Dat is stom, maar Hans is vandaag de hele dag niet thuis. En dan ben ik helemaal niet meer gewend. Super gewend. Maar ik ben helemaal niet meer gewend dat hij de hele dag niet thuis is. Oh, vandaag hebben we zo'n leuk klusje. Tenminste, ik ben bij mijn ouders. En ik weet niet of ik het mag laten zien, want ik denk dat ze zich ervoor schamen. Maar dit is hun schuur. En door de verbouwing in hun vakantiehuisje is natuurlijk deze troep zo ontzettend erg geworden. En het is ook dat mijn vader, die kan niet zo goed sorteren. Die is net als ik een beetje een warhoofd. En hij heeft wel eens geprobeerd hier plankjes maken en dingen sorteren en zo. En hier hebben ze kasten en daarachter staan planken en een werkbank en zo. Maar mijn moeder heeft nu voor zijn verjaardag heeft ze gegeven dat ik de schuur kom opruimen. En ik krijg van mijn moeder krijg ik daarvoor betaald. Dat is dan het verjaardagscadeau. Ik moet nu dus de schuur gaan opruimen. Mijn vader is net gaan werken. Mijn moeder komt er ook zo aan. Ik moet de schuur gaan opruimen. En dan voordat hij terug is van het werk, moet ik het eigenlijk weer zo, ja, dat hij er niks van ziet, moet ik het zo achterlaten. En dan morgen gaat hij klussen in het vakantiehuisje. Is hij de hele dag lang weg. En dan moet ik hier weer flink hard gaan werken. Dan moet het eigenlijk in 2 dagen helemaal af zijn. Een gigantische troep. Maar het is vooral veel uitzoekwerk. Want het is ook niet vies of zo. Maar het is gewoon alles weer bovenop elkaar. Dus even alles moet eruit. Uitzoeken en alles moet weer terug in. Enigszins geordend. Dat is echt een kutklusje. Ik weet niet of ik mezelf op de hals heb gehaald om te zeggen dat ik dit wel wilde doen. Oh lieve hemel, kijk nou. Dat kan toch niet. Maar ze hadden gezien dat ik beneden onze opbergruimte zo had opgeruimd met mijn gereedschap en zo. En toen zei mijn moeder, nou dan heb ik ook wel een leuk klusje voor je. Shit, hij heeft me door. Ik zal niet kijken. Als hij ook maar even door heeft dat ik kijk, dan stopt hij ermee. Ik vind het zo schattig als hij dat doet. Volgens mij zeggen wij echt in heel veel vlogs, zeggen we, oh kijk dit. Wij worden later dat soort ouders. Ik zeg altijd, oh we mogen echt niet dat soort ouders worden. Dat we constant zeggen, kijk dit. Maar oh, hij is zo schattig. Man, ik ben echt super moe vandaag. Ik heb dus vanochtend gesport, dus 1,5 uur. En daarna ben ik gewoon echt giga moe geworden. Heel de dag heeft geregend, maar nu begint eindelijk de zon te schijnen. Kijk dan hoe lekker. Want ja, dan kunnen alle spullen weer naar buiten. Note to self, ga niet een dakterras restylen totdat het lekker weer genoeg is zodat het buiten kan blijven staan. Nu regent het gewoon nog te veel. Het kan wel buiten blijven staan, tenminste ja, de kussens niet en zo. Maar het kleed kan echt wel een paar regenbuitjes hebben en zo, net als de poefs en zo. En ook de lantaarns trouwens. Maar gewoon zomerse buitjes. Niet echt zoveel regenbuien dat het nu elke keer is. Maar oh, wat kijk ik ernaar uit dat het weer echt zomer is. Maar ik geniet hier ook al heel erg van. Maar ik ben dus echt de hele dag echt zo moe geweest. Dus ik heb ook helemaal niet gevlogd of zo. Niet veel gevlogd. Of tenminste, dit is volgens mij voor het eerst ook weer echt incheck. Ik ben zo moe geweest. Ik heb gewoon de hele tijd maar vanaf de bank gewerkt. Ja, mijn ontbijt staat er dus nog. Cola. Die hele fles heb ik dus vandaag opgedronken. Hè? Kleine beetje zit er nu nog in. En ik bleef het maar drinken. Ik denk, er moet toch ergens energie komen? Want ik drink dus geen koffie. Maar er kwam maar geen energie bij. Oh, en ik voel me nu eindelijk weer een beetje opgeladen. Ik weet niet, ik heb gewoon denk ik te veel gesport of zo. 1,5 uur lang was al pittig. En ik heb nog steeds niet helemaal mijn energie back of terug van mijn gevoel. Maar ik moet nu nog heel veel doen. Ik wil het hier allemaal een beetje opruimen. Ik wil wassen. Ik loop heel erg achter op wasjes. De keuken opruimen. En nu zie ik dat lekker weer is. Dan denk ik echt, shit, nu wil ik eigenlijk buiten zitten in de tuin met een tijdschrift. Nou goed. En Hans, die komt als goed over 1,5 uur thuis. Dus dan ga ik gewoon nog koken en boodschappen doen. En ik denk dat ik nog eventjes doe alsof ik moe ben. Ik moet echt nog even blijven zitten.
Ik word ondertussen verwend. Er staan appelflap en koffie voor me klaar. En ik hoef niet alleen te doen hoor, want mijn moeder en nog iemand die helpen mee. Maar kijk, je ziet het achter me. Het is echt heel erg, maar de hele tuin staat echt vol. En je denkt, past dat altijd allemaal in dat schuurtje gepast? Nou geloof me, er staat dus nog veel meer. De schuur is nu qua vloer, is die redelijk leeg, niet eens helemaal. De kasten staan nog vol en deze kasten helemaal vol. Maar het is echt indrukwekkend om te zien wat mijn vader in de jaren heeft verzameld. Want er zit ook echt heel mooi, af en toe zie ik iets dat ik denk, ja, maar dat wil ik wel, wat mooi. Zegt mijn moeder, nee mee, zegt hij, mist het toch niet. Maar er zit wel echt heel mooi oud gereedschap wat dan gewoon ja, vergeten is geraakt. Hier een hele kast vol met allemaal boutjes en schroefjes. Ja, hij weet dat zelf ook helemaal niet meer dat er ligt. Dus voor hem ook alleen maar handig als we alles opruimen. Maar ik zeg dus bij alles wat langskomt. En dan komt mijn moeder die zegt, ja wat is dit? Zeg ik, gooi weg. Nee, maar het is van iets. Ik herken het. Dus het is ook wel een beetje beïnvloed door hem. Maar ik heb met mijn zwager de laatste tijd hebben we het heel veel gehad over Marie Kondo en alles. Ik bedoel, alles waar je niet gelukkig van wordt weggooien. Nu ben ik niet zo heel extreem, maar ik ben wel redelijk extreem. Bij alles zeg ik, gooi weg. Ik bedoel, als je het mist, dan koop je het maar weer nieuw. Ik bedoel, dat is misschien als je iets moois weggooit per ongeluk. En dan, nou, dat kost een tientje misschien. En de meeste dingen, ik bedoel, kleine schroefjes en zo, dat kost een euro. En dat mis je echt niet allemaal. Maar je zal vast iets tegenkomen. Dat binnenkort dat hij zegt van, ja, waar is dit? Oh, dat heb je weggegooid, ja. Ga je naar de Action of de Gamma, ben je een paar euro kwijt. Maar heb je wel een lege schuur ervoor terug. Wat we nu gaan doen, kijk, je ziet al dat hij heel veel buizen en planken en zo heeft hij hierboven in de schuur hangen. Dus ik ga morgen even iets maken dat alle PVC-buizen, alle installatiebuizen, maar ook al het ijzerwaren, dat het allemaal aan het plafond kan. De deuren hebben we dus uit de kasten gehaald. Die deuren gaan we nog leeghalen. Of de kasten gaan we leeghalen en dan gaat al het gereedschap komt hierin. En dan gaan we deze werkbank een beetje opknappen. Ik zei, misschien moet je een nieuw en een wat groter werkblad maken. Want nu heb je dus een werkblad en daarbovenop ligt weer een stuk aanrechtblad. En hier is weer een bankschroef gemaakt en zo. Ik denk, als je nou één, zo'n eiken werkblad bij de IKEA haalt, voor mijn part, voor 60 euro. Heb je een mooi werkblad en dan ben je in één keer klaar. Want je kan hier best wel wat moois van maken, denk ik. Maar ja, nu begint het al leeg te worden. Dus nu kan je wel al een beetje zien van, oh ja, deze is wel gewoon veel ruimte. En er zijn wel veel mogelijkheden. Maar dit ook. Hier hangt er zo'n, waar zit die? Daar hangt zo'n kabel om je fietsen aan te hangen. En dat is heel handig. Alleen ze fietsen nooit. Tenminste, hij niet. En de fiets van mijn moeder staat altijd buiten. En waarom hangt die kabel er dan? Ja, dat is handig als je de fiets repareert. Maar ja, dat doe je bijna nooit. Mijn moeder zei ook, haal hem eraf. Hij ziet het dus eigenlijk niet eens dat het weg is. En ook, ja nee, alle verf moet bewaard worden. Ja, maar die verf is uitgedroogd. Kitspuiten zijn uitgedroogd. Heb je allemaal niks meer aan. Maar het is wel bevredigend werk. Dat je ziet, zeg maar, het schiet wel redelijk op. Dat is wel echt heel leuk. Zo grappig, kijk dit. Jongens, er staat iets nieuws in huis. Hij had het blijkbaar nog niet gezien. Hé, hey, schatje. Niks aan de hand. Hij had nog niet gezien dat dat er stond. Ik dacht dat hij het gisteren een beetje mee had gekregen. Maar in één keer schrikt hij ervan. En ging hij echt op zo'n prooi zo. En ook die hendels, die had Hans recht gezet naar boven. Want dat vind ik mooier. Alleen het is heel irritant. Die wiebelen heel erg. Kijk, ik vind de mand veel mooier als de ballen bij omhoog staan. Maar ze zijn dus zo los dat ze naar beneden vallen. Dus ik ga er iets op verzinnen dat ze omhoog kunnen blijven staan. Maar dat ze ook wel weer naar beneden kunnen. Ja, wacht. Ik zal hem één keer gooien. Los. Auw. Dat is hier. En nu vielen ze dus net om. Want Hans had ze helemaal zo neergezet. En hij ging er natuurlijk aan ruiken. En één keer vielen die hendels om. Dus toen vond hij het een beetje eng. Heel grappig. Ik vind het altijd heel leuk. Hij moet altijd even acclimatiseren. Hé. Hey. En als het dan weer iets nieuws is. Oh, nu worden we wild hoor. Nu worden we wild. Heel de dag geslapen. En nu, bam. Rust is voorbij. Hè? Speelkwartiertje. Nou, Hans komt zo thuis. Kun je daar lekker mee stoeien? Los. Ik ben niet zo goed in stoeien. En hij wil heel duidelijk stoeien. En Hans kan dan echt helemaal stoeien. Maar ik ben er gewoon niet zo goed in. Ik wil gewoon gooien en dingetjes leren. En knuffelen op de bank. Ik wil niet stoeien. Want kijk, je ziet ook. Nee. Hij wil echt trekken en stoeien. Maar trekken doen we sowieso eigenlijk nooit voor zijn tanden. Maar los. Los. Kijk, hij heeft geen zin in dat gooispelletje. Ik ga niet stoeien. Wacht maar op Hans. Oh crap, nu vergeet ik alsnog. Het resultaat te vloggen, het einde van de dag. En we zijn heel eind, maar we zijn nog niet klaar. Dus we hebben nu alles weer teruggezet in de schuur. Want het is dus een verrassing voor mijn vader.
En dan zegt mijn moeder gewoon van, ja, ik heb mijn cadeautje in de schuur gezet, dus je mag niet in de schuur komen. En dan hopen dat hij niet een beetje aanvoelt van, oh, de, want ja, goed, je hebt gezien hoe erg het was. En er liggen een aantal spullen in de tuin, er ligt een zeil overheen. En moeder gaat zoiets van, een smoes van, ja, een deel ligt buiten met een zeil eroverheen. En het andere deel ligt, andere deel van je cadeautjes binnen. En je krijgt het volgende week pas, ik weet niet wat ze zegt. Dus nu hopen dat hij het niet door heeft, dat zou wel leuk zijn. We hebben heel veel afval weggebracht net bij de Milieustraat. En dat was wel grappig, want de auto van mijn ouders, die is vrij groot. En die lag dus echt tot het plafond toe vol. En daar hoef je maar 10 euro voor te betalen. Terwijl, als wij in Zabon naar de Milieustraat gaan, dan gaan ze echt kijken. Ook echt totaal ongesorteerd was het trouwens. Hout, metaal, chemisch, alles lag door elkaar. En bij ons in Zabon, we kijken ze, ja meneertje, ja, maak maar even open. Dan gaan we even kijken. Ja, ik zie een kwart kuub aan zand, denk ik dat het is. Ja, en een half kuub hout en een derde kuub dit. Gaat alles heel netjes opschrijven, echt stelletje ambtenaren. En dan komt er een prijsje uit. Nou, 27 zoveel of zo, ik noem maar iets. Maar zeg, echt voor een beetje hout betaal je al een tientje. Dat is echt niet normaal. Dus wat dat betreft was het relaxed. Ik ga morgenochtend in mijn eentje verder. En dan ga ik beginnen met een ophangsysteem maken voor al het hout en zo. Want dat staat nu alles in chaos. En het is niet alleen maar alles opruimen, maar ook zorgen dat alles een plek krijgt. Zodat het niet chaos blijft, zeg maar. Zodat het ook in de toekomst beter gaat. En nu ga ik snel naar mijn vrouwtje toe, want mijn telefoon is uitgevallen. Ik zal de motor even aanzetten, zodat ik kan opladen. Mijn telefoon is uitgevallen en ik heb al een tijdje niks meer van haar gehoord omdat die uit is. En nu kan die lekker opladen, want hij zit hier zo aan een stekkertje. En ik ga lekker naar huis. En ik ga lekker iets samen drinken en samen eten. Lekker avondjes samen hebben. Volgens mij hoeven we niks te doen. Ik hoop het. Ik hoop dat ik niet iets vergeet. Wow, echt niet normaal dit weer. Echt continu blikseminslagen. Zo kom nu aanrijden bij Zaltbommel. Mijn zonnebril is op sterkte hoor, dus daarom zie ik er zo debiel uit. Want het is echt niet zonnig. Maar het is een beetje mijn autorijbril. Maar ik kom nu aan bij Zaltbommel en echt, je ziet dan de stad in de verte. En overal bliksem, niet echt inslagen. Maar ja, misschien ook wel inslagen. Ik weet niet, misschien in een zo'n bliksemafleider ofzo. Echt continu inslagen en ook inslagen in de lucht, weet je wel. Dat je zo'n boog krijgt in de lucht. En het hagelde het echt zo hard. Verkeer staat op de brug bij Zaltbommel echt volledig vast. Zal ook wel door windstoten en zo zijn. Maar ik kon gelukkig vlak bij Zaltbommel zit een Shell station. Dus dan ga ik er bij het station af en dan maar via het Shell station. Want het stond daarvoor echt compleet stil. Dus via het Shell station kon ik dan toch relatief makkelijk bij de afrit komen. En nu ben ik echt in een slakke gangetje omdat het zo hard regent. Omdat het zo hard regent, rij ik. Ik denk dat ik nu ook kan de kilometer tellen niet zien door de vochtkamer. Oeps. Maar ik zou inschatten dat ik nu 30 of zo rij. Terwijl ik hier 80 mag. Maar het regent gewoon zo ontzettend hard dat je eigenlijk niet harder kan rijden. Oh ja, nu wordt het iets minder. Echt bizar joh. Het regent zo hard. Ik vind het sneu voor Sifra, die nu alleen thuis zit. En die, ja, het is ook wel weer lekker thuis zitten met dat gekletter en zo op de ruiten. Alleen, het is toch wel een beetje iets onheilspellends als je thuis zit met onweer en dan in je eentje bent. Daar hou ik toch niet zo van. Charlie is niet bang voor onweer, gelukkig, dat scheelt. Maar ja, hallo, even medelijden met mij, want ik moet straks dus door de regen naar huis lopen. Dat is echt nog veel zieliger. Nou, ik ben blij dat papa weer thuis is. Nee. Jij kan het tenminste wel mee stoeien. Ik ben dit bedoel ik. Hier ben ik gewoon niet voor gemaakt. Ja, dit ook. Hij wilde dit allemaal doen en zo. Ik zeg, joh, dan moet je echt niet met mij zijn. Je bent verkeerde voor je. Weet je wel wie je voor je hebt? Sifra heeft iets lekkers gemaakt voor mij. Maar er zijn toetjes in huis of zo. Sifra kwam thuis met aardbeien en zei, die heb ik echt speciaal voor jou gekocht. Ja. Ik zei, nou, dan zijn er dus ook twee kaartjes. Maar we hebben nooit echt toetjes in huis of zo. Nee, dus klopt. We doen meestal iets fabriceren. Als we een toetje eten, dan doen we iets fabriceren. Dus of met vlokken of iets met... Veranderd iets met vlokken, is echt de eerste dat ik aan bedenken. Vlokken taart, of vlokken koekjes, of vlokken... En we hadden vorige week, we eten dus nooit toetje, vorige week hadden we
Met zo'n geld terug iets of wat, zo hadden we in ieder geval. Wat we niet vergeten te vragen. Gaat het bij jullie ook altijd zo? Dat je dan zo'n. Bij ons gaat het normaal zo. Bij mij gaat het vaak zo. Ik gooi dan vaak het bonnetje weg in een opruimmoeder en dan weg. Je hebt al twee keer nu het karton weggegooid. Ja. Het is mijn schuld. Ah, ja. Maar toen hadden we dus een toetje. Want toen hadden jij hebt drinken regelen. Ik weet niet je verhaal. Een hele lekkere yoghurt hadden we. En toen dacht ik wel een beetje van, oh, ik vind het stiekem wel lekker om een toetje te hebben. Om na het toetje, nog even een paar minuutjes zitten. En of na het eten, lekker warm en zwaar, zo een paar minuutjes zitten. En nog even lekker wat fris. Dat is echt wel heel lekker. Ik ben er blij mee.